Deze bijeenkomsten zijn heel erg belangrijk omdat veel van de beleidsmakers natuurlijk achter hun bureau van alles verzinnen. En ook wel zeggen van nou we toetsen eventjes bij de praktijk hoe het ongeveer loopt en dan gaan we verder met besluitvorming. En op deze wijze krijg je eigenlijk heel interdisciplinair vanuit alle blikken soms een tegenadvies die gestoeld is op de leefwereld. En die confrontatie tussen de leefwereld en al die systemen, die vind ik zo belangrijk om ervoor te zorgen dat ja, die systeemwereld uiteindelijk de spontaniteit, het vertrouwen en ook de kwaliteit van professionals niet wegdrukt.